Gitaarvirtuoos Jan Akkerman is 60 jaar en speelt al meer dan een halve eeuw gitaar. Nog steeds reist hij met zijn band de hele wereld over en overal heeft Jan de status van gitaargod bereikt. In de jaren 60 scoorde hij de hit The Russian Spy and I, waarna Brainbox volgde. How can you forget a guy like him? Great as he is. Yeah. In 1973 wordt Jan Akkerman door het toonaangevend Britse muziekblad Melody Maker uitgeroepen tot de beste gitarist van de wereld. In 1973 werd hij in een Brits muziekblad zelfs uitgeroepen tot de beste gitarist ter wereld. Mijn volgende gast werd ooit uitgeroepen tot de beste gitarist van de hele wereld. En de man die ooit de beste gitarist van de wereld werd genoemd. Onze gast van deze aflevering van Breda Swingt is Jan Akkerman, die op 27-jarige leeftijd uitgeroepen werd tot beste gitarist van de wereld. We waren bij zijn optreden in Chassé en ik had een leuk gesprek met hem. Thijs van Leer vormde hij de harde kern van Focus. Nog steeds gaat hij nieuwe uitdagingen niet uit de weg. Deze muzikale omnivoor speelt enkel eigen werk uit de meest uiteenlopende stijlen. Van blues, rock, funk en jazz tot klassiek en avant-garde. Regisseur Jan Poremans belicht het turbulente en lange bestaan van gitaarvirtuoos Jan Akkerman. We wonen in Volendam en hartstikke goed wonen hier. Ontzettende lieve mensen, maar ja, ze ziet muzikaal waarschijnlijk anders in elkaar dan ik. Waarschijnlijk, wel zeker. Ja. Eigenlijk communiceer ik en af en toe na een concert totaal geen idee van wat ik nou precies teweeg heb gebracht. En dan lees ik als af en toe die e-mail, dan denk ik van jezus, ja, dat kan ook nog, weet je. Ja, ja. Ik heb ooit eens een stuk gemaakt, heet geloof ik Prima Donna of zo. Want ik kreeg een brief van mensen, van sommige mensen, een kindje verloren, en, dat hun had geholpen om hun verdriet te verwerken. Nou ben ik niet zo'n huilenbalk hoor, maar dan krijg je toch wel een brok in je keel. Ja. Denk, ja jezus, dat kan ook nog, dat is goed. Ja. Dat is goed. Van de Jan Akkerman Vraambus.
Even kijken hoor. Ik kan wel even aanzetten, anders doet hij weinig. Mm-hmm. Aanzetten. Nou, dit is een Fox AC30. Dit, er zitten 80 duurste versterkers van de wereld in. En die sluit je aan op je computer, dan heb je de mooiste gitaarversterkers van de hele wereld. En wordt uitgeroepen tot beste gitarist van de wereld. Terwijl de concurrentie groot is, laat hij namen als Eric Clapton en Carlos Santana achter zich. Ze zitten je dicht op de hielen, maar jij bent nummer 1. Ja, het is iets waar je mee moet leren leven of mee moet sukkelen. Ik bedoel, ik heb er een tijd mee gesukkeld, maar nu absoluut niet meer. Weet jij trouwens waarom je de beste gitarist van de wereld bent benoemd? Waar heb je dat aan te danken, weet je dat? When a person is great as he is and others, you hear about them. You don't always get a chance to know them or their music, but you know their reputation, know about them. So it's just like meeting your father-in-law or mother-in-law when you first get married. You don't know them, but they know you. So you're a bit nervous. But the nights that we played together, I thought it was great. I wish I could play some of the things that he did. De stijl die jij heel veel kan hanteren, je kunt jazz spelen, je kunt blues spelen. Hoeveel gitaristen zijn die dat kunnen? Ja, dat is misschien wel zo. Dat is, ik heb wel een brede belangstelling, maar dat komt ook omdat ik, dat komt door je achtergrond. Het milieu bepaalt alles, toch? Gewoon, de ene kant sta je met één voet in de hoerenbuurt in Amsterdam en de andere kant sta je op het conservatorium. Ja, dan krijg je natuurlijk allemaal verschillende klankjes naar je hoofd. En als je een beetje eigen kijken op de dingen kan en mag ontwikkelen,
Dan ben je, mag je in je handjes knijpen. Ja, dat vraag ik me ook af. Ik heb het wel eens mijn moeder gevraagd. Ze zegt, nou, zodra je kon kruipen, op alles slaan en piano als ik erbij kon. Dus was al heel vroeg. En op welk instrument ben je begonnen te spelen? Ik geloof, dat was een babypianootje. Dat kreeg ik van mijn oma. Opa en oma. Dat zat zo'n ding met handgeschilderde toetsen erop. Ik ben geboren aan de voet van de Zuidertoren in Amsterdam, midden in de Jodenbuurt. En iedere zondagochtend werden we ons bed uitgebeierd door die klokspel. En die speelde altijd één liedje, Frère Jacques, Vader Jacob. En dat paste precies op alle witte toetsen van die piano. Dat is het eerste wat ik me kan herinneren. Maar het echte instrument, zeg maar. Dat was een paar jaar daarna, dat was een accordeon. De nationale luchtverdeler. Ja, haringkie. Ja, mijn vader werd er gek van. Dus die vond dat ik me op moest donderen met die haringkar. Want die werd er echt helemaal tureleurs van. En toen kwam de gitaar in beeld. Ja, bij de smid op de hoek. We hadden toen nog smeden. En die speelde gitaar. En, dus ik heb beide dingen eigenlijk een beetje door elkaar heen gehusteld. Nou nog steeds last van. Captain drinking. Sound. Welke stijlen en welke instrumenten speel je tegenwoordig? Is dat veranderd in de loop der jaren? Nou, nee. Ik denk dat het in wezen dat jochie is van 7, 8. Alleen, met die accordeon? Ja, alleen het is allemaal wat uitgebreider geworden.
Ik bedoel, je doet ervaring op, je ziet dingen, je hoort dingen. En dat voeg je toe aan je stijl, maar wezenlijk verander je niks aan je blueprint natuurlijk. Nee. Maar je speelt ook meerdere instrumenten, niet alleen gitaar. Nee hoor, ik heb ook drums gespeeld en bas. Ik ben als bassist begonnen in een rock'n'roll band. Of in een Caribische groep, waar de eerste Surinaamse mensen die naar Nederland kwamen. En dan speelde ik bas in. Ja. En speel je ook wel eens akoestisch of is het altijd elektronisch? Ja, nee. Ik speel heel veel akoestisch. En vanavond? Vanavond wordt het elektrisch. Doe ik wat een soort revue van allerlei oude focusstukken van die LP misschien wel die hij heeft. En mensen vinden dat ook het mooiste. Ik zit in juni bijvoorbeeld zie ik de London Music Fair. Dat is wel puur akoestisch met Alvin Lee. Had je op je 14e al je eerste single. Kun je daar iets over vertellen? Ja. Want dat is toch heel jong als je 14 bent? Ja, het was zelfs nog eerder, denk ik. Maar dat maakt niet uit. Ja, god, ineens stond er... ik denk dat mijn moeder die deed toen het management, dat weet ik nog wel. Die had toen heel snel in de gaten dat het voorliep met dieven, rovers, leugenaars en alles wat in de Bijbel staat. En ik kwam in contact met mensen van, ik meen Fonogram. Dat was toen een oude Philips afdeling. Dit is de herkenningsmelodie van Veronica's eerste ontdekking op onze jacht naar jong teenager talent, Johnny and the Acela Rocker. En kun je iets vertellen over je grootste hit, The Russian Spy and I, hoe dat tot stand is gekomen? Ja, er is een meneer Koelman en die vond dat er maar een hit moest komen. En die had een tekst geschreven waar ik de muziek onder heb gemaakt. En dat was in 66 geloof ik, hè? Het leuke vond ik, dat was eigenlijk een liedje over vrijheid en over Russische spionnen en dit en dat. En toen de tijd was het ondenkbaar dat je ooit daar terecht zou komen. Maar ik loop precies 2006, dezelfde maand, juni, loop ik op het Rode Plein. En ik ontbijt met de bisschop van alle kerken daar. Zo. Dat vond ik wel een heel rare gewaarwording. Dat zo'n liedje mede heeft toe bijgedragen tot... die vrijheid, dat die grenzen. De groep gaat op tournee in Duitsland, Oostenrijk en Engeland. Als nieuwe muzikanten in de band hun intrede doen, houdt de band op met bestaan. De band gaat over in de nieuwe formatie genaamd The Hunters. Russian Spy and I was Jan Akkermans eerste grote hit.
Tijdens de Hunters deed ik al sessiewerk en daarvoor al. Toen ik in de Cello Rockers zat. Heel veel mensen begeleid. Vanaf Anneke Greunlo tot aan de Blue Diamonds. Ook de Hunters gaan ter ziele. En de volgende band waar Jan Akkerman zijn ontwikkeling als gitarist voortzet is Brainbox. Brainbox, misschien wel een van de beste is wat Nederland heeft voortgebracht. Want dat was exceptioneel. Er zijn verschillende bands uit voortgekomen. Het had een heel eigen kleur en een heel eigen stijl. Plus waren er een paar mensen die toch wel behoorlijk advanced waren. Dus Jan en Cas en Pierre, dat waren behoorlijk advanced muzikanten. En kom je ook uit een muzikale familie? Ja, dat is, het zit eigenlijk heel vreemd. Mijn vader die zei altijd, dat en dat is goed. Die nam ook altijd mee naar Zigeunerkampen en naar Tatu Mirando. En dan stonden ze auto's te handelen achter de een of andere tent in Wassenaar, Den Deil. Den Oudendijl. En dan zat ik naar die muziek te luisteren natuurlijk. En het was, ik vond het wel verdacht dat hij altijd heel goed de tweede stem van het volkslied mee kon zingen. En 10 jaar na zijn dood kwam ik erachter dat hij ook gitaar speelde. Maar dat heb je nooit gezien dan? Nee, gaf er niet om. Nee. Hij had het altijd over boksen, handelen. Hij zat lompen metaalhandel en autohandel. Nou, dit komt me heel bekend voor. Ja? Dat is de opslagruimte van lompen en metalen. Dat deed mijn vader ook en mijn opa in de Moddermolensteeg. Nou weet ik niet of dit een Moddermolensteeg is, maar nou, die zat er allemaal in de buurt rondom het Waterloopplein. Ja. Nou, dat is het plein, ik kan niet missen. Al die kramen. Hielp je wel eens in de zaak? Slopen, tuurlijk. Slopen, prutsen, heerlijk. Dat is gewoon een goede business na de oorlog. Ja? Ja, tuurlijk. Er was een groot gebrek aan koper, aluminium, dat soort dingen. Mijn opa had op een gegeven moment mannen 40 aan het werk. Slopers, vordersorteerders. Ja. Ik kan me ook nog steeds die geur herinneren van die oude vorden en zo. Dat rook op een of andere manier lekker. Dat ja. Ben ik naderhand nog wel eens tegengekomen in nachtclubs en zo, zo'n lucht. Ben je solo gegaan? Is daar een bepaalde reden voor geweest? Nou, focus dus, ja. Ja. 5 jaar lang volgehouden. En toen kon ik het niet meer opbrengen, hoor. Nee. Het waren te veel verplichtingen? Of nou, ook. Aan de andere kant, het was een beetje te veel. Kijk, ik ben altijd ook in mijn hart, ben ik dan misschien wel amateur. Maar ik ben wel professioneel genoeg dat ik niet iedere avond de kar wil trekken. Ik heb geen zin in. Nee. Dat is ook niet vol te houden altijd, hè? Nee hoor, na 5 jaar met de vinger nagewezen worden van, nou dat is hem hoor. Maar ook in negatieve zin, daar geen zin meer in. Ontstaan in de oefenruimte van Kasteel Groeneveld.
Daar speelde Jan Akkerman het riff. En dat vier keer. En dan de beroemde drumsolo van Pierre. En daarna begon ik opeens te jodelen met die gekke akkoorden eronder aan Torgel. En totaal, voor mij ook onverwacht. Gewoon uit het blauwe, vanuit de, ja, surrealistische idiotie. You'd be very hard pressed to find anything more aggressive and more energetic and more 100% on the money than Hocus Pocus. I mean, it's a classic. It's one of the great classic rock records of all time. Werd een hit in Nederland, toen in Engeland en toen Amerika. En toen de rest van de wereld. Australië, Japan, Canada uiteraard. Ook in landen waar we nooit zijn geweest, zoals Brazilië, Italië. Muzikaal geniaal, denk ik. Zowel de inbreng van Jan als die van mij. Het riff van Jan was geniaal. Het was ook geniaal gespeeld. En het jodelen was ook nooit eerder zo gedaan. En op die soort akkoorden, een beetje Spaanserig. Het luistert toch echt niet naar de Alpen of naar de Tirolse, Beierse Alpen. Maar eerder toch een beetje Spaanserig, broeierig. En ook knotsgek, parodisch. En natuurlijk een totale parodie op alles wat Oog Halloween heet. Dat er speciaal feesten voor ons werden georganiseerd wanneer we ergens dan nieuw kwamen. Of dat nou in Australië, in Adelaide, Melbourne of Sydney was, of ook in L.A. en San Francisco. Joni Mitchell heeft een feest voor ons gegeven. Stevie Wonder heeft een feest voor ons gegeven. En dan kwamen we daar en dan werden we daar bejubeld en bla bla bla. Maar dan gingen we toch in een hoekje staan Hollands lullen met elkaar. Dat is natuurlijk zo boerenlullig als wat. Maar het heeft ons waarschijnlijk ook gered voor de dope, voor de hard drugs. Want iedereen gebruikte wel een of andere elephant tranquilizer of een angel dust of wat er allemaal rondging. Het was onvoorstelbaar. Die mensen in zo'n Hollywood of Los Angeles, die konden daar allemaal makkelijk mee omgaan. Zaten ook in de Roxy, was dat toen, hebben we gespeeld. En de Jackson 5 zat daar met Michael en alle jongens op de eerste rij. En Deep Purple. En Yes. Voltallige groepen zaten naar ons te luisteren. En helemaal uitzinnig en blijven applaudisseren en vier encores. Ik bedoel, als je er nu over nadenkt, is het te met. MUZIEK
onze fans in Amerika en de roadies en de hele scene zo. Die zei, it's a classic, it's a rock and roll classic, zei ze. Dus dat betekende al dat ze toen al, toen het een hit was, wisten dat het een belangrijk stuk van de hele eeuw zou worden. Dat is natuurlijk wel heel, heel leuk. On the bass guitar, er waren landen, nou ja, ik noem maar even Australië. Daar was toen al een vrouwenoverschot. Nou, dat hebben we wel gemerkt. Daar boden zich de meest prachtige mevrouwen zich aan. Dat was niet mis. En dat is ook best vlijend. Als je net bezweet van het concertpodium komt en ze staan echt in rij te wachten. Dat is Jan Akkerman. Organ, de vloed, Thijs van Leeuwen. Want wat we voor elkaar voelden, nou dat kun je nog steeds op de groeven horen. Dat moet goed zijn geweest, want anders hadden we nooit dat kunnen creëren. Je kunt in vijandschap niet iets moois maken. Dat bestaat volgens mij niet. Nou, dat Jan in 73 tot beste gitarist van de wereld verkozen is, dat zal ongetwijfeld een grote druk op hem gelegd hebben. En geestelijk voor wat struikelblokken gezorgd hebben. Ik overigens vond het terecht dat hij tot beste gitarist verkozen werd. Maar hij had toch eigenlijk meer wel kunnen verwachten dat Thijs hem daar geestelijk in gesteund had. En dat was ook eigenlijk niet zo slim geweest volgens mij van Thijs. Want dat had voor de voortzetting van Focus toch belangrijk geweest volgens mij. Als je op tournee zou gaan en je zou zelf mogen kiezen met wie je dan meegaat, wie zou je dan kiezen? Ja, met de mensen waar ik nu mee werk is eigenlijk het prettigste. Dat doe ik al de laatste 20 jaar. Oh, dat is al heel lang. Yeah. Ja, maar ook met gepaste vrolijkheid hoor. Ook wel selectief. Van dat is leuk en dat is leuk. Je hoeft ook niet meer alles aan te pakken nu. Nee, dat nooit gedaan. Ja. Nee, maar dan werkt het ook het prettigste natuurlijk. Nou, je moet het, weet je, de essentie van het christendom is van houd een beetje leefbaar voor jezelf en voor een ander. Toch? Ja, anders hou je het ook niet vol. Hè? Nee. Je bent ook nog naar het conservatorium geweest? Ja, dat vond ik het rare eigenlijk. Popmuziek maken, klassieke opleiding. Maar ja, ik was natuurlijk al verpest omdat ik uit Amsterdam kwam. En natuurlijk ook regelmatig in de rode religies. En daar kwamen natuurlijk alleen maar blues en rock and roll uit. En dat vond ik eigenlijk veel interessanter. Je hebt ook een aantal prijzen gewonnen. De Gouden Harp en de vierde Eddy Christiani Award. Dat is al een hele eer. Ja, nou, ach, ik vond die Gouden Harp. Bertie zit in dat. Bert Ruiter, de latere bassist na Cyril. Die heeft er geloof ik ook iets mee te maken. Hij zegt, Jan, nou zijn alle prijzen op. Ik zeg, ja. Ik zit er echt niet om te gillen, want iedere keer als ik zo'n raar poppetje in mijn handen gedrukt krijg, dan komen er zoveel geesten uit de fles. Voor mij hoeft het niet. Ik ga er echt niet beter verspelen. Ook niet slechter trouwens. Dus
Ik hoor het meer dat ze zeggen, nou ja. Ja, weet je, de hoogste hier was me al zo'n keertje ten deel gevallen, weet je. Tot in Spanje en Japan en Australië en overal steeds in Billboard. En dat, ik vond het wel goed eigenlijk. Eén keer is genoeg. Tweede keer is niet meer leuk. Wie zijn jouw grote voorbeelden op het gebied van gitaarspelen? Nou, dat zijn er heel veel. Dus, misschien te veel om op te noemen, maar natuurlijk ook in eerste plaats Django Reinhardt. Naderhand, ook maar ten tijde dat ik dat goed vond, vond ik ook bijvoorbeeld de Tielman Brothers fantastisch. Eddie Tielman was toen een echte genie, die man. Die hebben toen de rock'n'roll ook naar Nederland gebracht in de 55 of zo, 56. En trouwens, de hele Indische school van gitaristen vond ik zeer verfrissend. Ja, Jan Akkerman, laat ik eerst zeggen dat ik trots ben dat ik in een programma zit. Om iets te mogen zeggen over Jan, want Jan is natuurlijk toch de beste gitarist die er is. Nog altijd. En ik heb Jan leren kennen als jongetje van 15 jaar, toen hij de band had, Johnny and the Cell Rockets. En wij in eenzelfde voorstelling zaten waarin hij ons zou begeleiden. En wij wilden graag repeteren, maar hij zei, oh, dat hoeft niet. Als je zegt in welke toonsoort je speelt, dan komt het voor elkaar. En geef de breaks maar aan, dan lukt het wel. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Wij zenuwachtig. Maar het was natuurlijk fantastisch om met Jan te kunnen optreden. Dus een geweldige band met een power. En was fantastisch optreden. En verder heb ik Jan nooit meer, hebben we nooit meer samen met hem opgetreden. Maar ik heb hem wel gezien vorig jaar. Samen met Andy Tielman op de Passer Malam. En dat was natuurlijk een uniek gebeuren. Twee van zulke virtuozen, samen, zomaar, spontaan. Dat was geweldig. Pas een DVD uitgebracht. Kun je daar iets over vertellen? Ja, dat kan. Wil je dat ook dan? Ja, nou, het is, was het eerste, zou ik zeggen, North Sea Jazz Festival in de alternatieve vorm. Het was net het jaar daarvoor, was het naar Rotterdam verhuisd. En ik kon Paul Laquet, de originele oprichter van het North Sea Jazz, kon ik heel goed. Aardige man, die was echt een idealist. Ik kon altijd wel een potje bij hem breken, of een paar uur te laat kwam, of soms alleen bijvoorbeeld met een steelgitarist of wat dan ook. Maakt het niet uit. Hij vergaf het me allemaal. Dat er gewoon 600 man in de zaal zat en ik alleen met zo'n singelde zaag naast me stond. Ja, wat is jazz? Ja, maar goed. En Paul is gestorven. Nou, het laatste North Sea Jazz Festival. In dat gebouw is nog een documentaire. Zit in de documentaire van het Uur van de Wolf.
Dus dat, zijn vrouw, Paul is al lang dood, die kreeg daarvoor de Charlie Bird Award uitgereikt. En die wou ze per se voor mijn concert leren. Want ze wist dat het volgend jaar, het jaar erop, weg zou zijn. Ja. Naar Rotterdam verhuisd. Dus in 2007 hebben ze toch, zijn er vrijwilligers geweest die dat festival toch weer de poten van, het is te gek, het moet in Den Haag blijven en dit en dat. En Jan, zou je alsjeblieft, bla bla. Nou, ik zeg ja, nou, vooruit de maan. Waar het niet dat het management niets had gezegd. En ik vond het al vreemd, een hoop camera's, maar dat is niet ongebruikelijk natuurlijk bij dat soort evenementen. En zo is het opgenomen. En zo is die DVD tot stand gekomen. Ja, nou, daar ben ik eigenlijk best trots op, want het is eigenlijk de enigste eerlijke vorm. Het is gewoon boter bij de vis. Klaar, zo is het. Ik ben niet zo gek op platen maken, ik ben eigenlijk nooit zo gek op studio's geweest. Gewoon, lekker op de bühne. Ja, dat is toch mijn ding. Ja. Meer dan... en vooral omdat ik nooit één plaat hetzelfde heb gemaakt. Hè? Dat, dat lopende werk, lopende bandwerk, dat is niet aan mij besteed. Sommige, of meeste groepen, mag ik wel zeggen. Of je nou plaatje 1 of plaatje 10 hoort. Dat klinkt allemaal hetzelfde. Maar jij schrijft wel alle muziek zelf? Ja, natuurlijk wel. Ja. En nu de theatertour, hoe gaat dat? En kun je misschien iets over de bandleden vertellen? Graag. Want ja, die horen er ook bij, hè? Ja, natuurlijk. Die horen er alleen maar bij. Nou, papa Koen Molenaar, dat is een keyboard. Die doet heel veel verschillende dingen ook, want ik speel niet zoveel. Alleen theaterstaan en af en toe festival. Vals in Nederland, nee, want ik ben niet echt een kuddedier. Muzikanten van allemaal, handjes in de lucht en everybody happy. En, nee, dat zit er niet in bij mij. Waarom, weet ik ook niet. Vind het wel leuk, hoor. Niet voor jou. Jawel, vind het hartstikke leuk als een ander het doet. Er blijft tenminste ruimte over. Voor, nou ja, goed. En papa die speelt dan ook bij Deborah Carter. Die doet heel veel bebop dingen. Chris Hinsen, de Dalai Lama. En Birgit Lewis en zo, en dat soort mensen. Nou, en Marijn, die komt uit Zwolle, geloof ik. Zijn vader is burgemeester van Raalte, geloof ik. Ik weet niet precies hoe het zit. En het is eigenlijk een soort vaste drummer. Ik heb eigenlijk drie drummers en drie bassisten. Naast de ene kant, dan houden ze onderling contact. Koen die heeft een server, want die kan haast altijd, godzijdank. Die heeft een server waar ze dus de muziekstukken af kunnen halen. En de noten en alles. Dus iedereen kan lezen en schrijven. Dat is wel het voordeel van deze tijd, hoor. Dat, ja. Nou, en Serge, die doet vanavond mee. Maar de vaste bassist is Wilbrand Muiske. Maar die is nu op tour met de 3J's. Want die alles waar ik mee speel, dat wordt ingelijfd natuurlijk, te begrijpen. Ja, je komt uit Volendam. Dat stikt van de muzikanten natuurlijk. Ja, maar schijnbaar niet goed genoeg. Nee. Want ze hebben altijd mijn band als achtergrond. Borsato, die speelt mijn drummer. Heb ik 18 jaar meegespeeld. Dat
Raal, die zit bij Anouk. Die zat verleden weekend in Stuttgart. Ook te gek. Ja. En dan krijg je toch iedere keer weer een andere samenstelling. Ja, maar ook impuls in die muziek. Ja. Een andere opvatting en een hark van. Ja. Dat zal wel amateuristische track zijn van me. Vast wel, vast wel. Nou, we gaan wat opnemen bij de soundcheck. Ja. En we gaan er een mooi stuk van maken. In ieder geval bedankt. Nou, graag gedaan. Oké. Okay.